Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Welkom bij Excelsior 31 TV. Excelsior 31 speelde afgelopen zaterdag een thuisduel. Er werd op de Koerbelt gespeeld tegen Sparta Nijkerk. Sparta Nijkerk staat net boven de degradatiestreep en Excelsior 31 wil daar graag naartoe. Laten we gaan kijken naar de samenvatting van dit duel. Thank you.
als je kijkt naar hoe wij voetballen, denk ik dat wij niet bang hoeven te zijn voor andere ploegen of wat dan ook. Het gaat alleen puur nu, zoals je ziet, naar de punten over de streep trekken. En ja, misschien moet dat op een andere manier qua mentaliteit inzetten. Wat we eigenlijk de hele wedstrijd wel, dat we dat tot het einde kunnen opbrengen. En als je dat wel doet, heb je hier met een 1-0, ook al is het maar een 1-0, heb je wel 3 punten. Kijk, hij moet zeggen, we werden wel teruggedwongen, dat klopt. Zonder dat zij heel gevaarlijk werden. Ik vond dat onze laatste lijn in de rust ook aangegeven te snel terug stapte. Waardoor hun weer wat meer ruimte kregen om te voetballen. Uiteindelijk maakten ze die 1-1, hè, wat een goede goal van hun is. Ja, en dan inderdaad wat je zegt, ik meen het 2-3 minuten later maken ze die 2-1. Ja, dat mag dan niet gebeuren. Alleen het gebeurt wel. En je verliest wel uiteindelijk... Ja, heel vervelend met 1-2. Helaas komen we nog niet van die onderste plek af. Maar volgende week nieuwe ronde en nieuwe kansen. We gaan uit naar Sportlus 46. Heel graag tot dan. Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, Hypotheken en alle verzekeringen.